Welkom bij een nieuwe video van Paardenmeiden. In deze video ga ik springen met Fire en ik ga jullie een paar handige tips vertellen en wat je daarvoor nodig hebt. Dus als je dat wil zien, blijf kijken. Als je begint met paardrijden en je kiest om te springen, dan heb je een aantal dingen nodig. Je moet sowieso een cap op, dat is altijd belangrijk. En eventueel een body protector. Dat hoeft niet per se, maar dat doen sommigen wel voor zijn veiligheid. En verder heb ik nog een springzadel. Ik heb nog een springzadel. En als je dat niet hebt, dan kun je ook je volzijdigheidszadel of je dressuurzadel gebruiken. En je kunt beenschermers gebruiken, maar die gebruik ik niet. Of springschoenen. Springschoenen ga ik wel gebruiken. Maar beenschermers niet, omdat dit zijn velponies en hebben van de slof en dat zit niet lekker bij hun. Dus ik gebruik alleen springschoenen. Ik ga nu de hindernissen klaarzetten, want je moet natuurlijk, als je wil gaan springen, moet je wel even wat opzetten. Ik leg de kalken ongeveer, dit is een meter, en omdat ik geen paard heb, maar ik heb een pony, leg ze iets dichter bij elkaar. Maar ik heb wel een pony die hele mooie stappen kan zetten en heel ruim, dus leg ze iets ruimer af normaal. Ik gebruik maar twee balken, omdat wij niet meer nodig hebben. En ja, als ik een klein kruisje maak, springt hij veel hoog, dus ik heb niet echt meer balken nodig. Maar ik heb hier de blokken, zal ik maar zeggen, de staanders. We hebben geen palen, want dat hebben wij helemaal zelf gemaakt. Want wij kwamen dus achter dat Fire heel goed kan springen. Dus ik heb hier een paar onderleggers of onderblokjes. Ik weet niet hoe je dat noemt. Ik zet ze nu even hier neer. En dadelijk als ik hier wat een bosje staat, losgetraapt, dan en ook de balkjes getraapt, dan ga ik springen. Maar dan vraag ik wel even assistenten om de blokken eronder te leggen. Nou, ik zit erop. En ik heb net al een paar balkjes getraapt en ik ben aan het losrijden. Bij springen heb je iets andere houding dan bij dressuur. Je zit namelijk in de verlichte zit. En de verlichte zit gaat zo. Je haalt je gewicht uit het zadel en je maakt je rug hol. En je zorgt dat je niet op de voorkant van je pony houdt. En je drukt je hakken goed uit, zodat je niet dit erdoor kan schieten. Bij balkjes draven ga ik ook af en al in de lichte zit. Terug hol, hakken uit. Zo. En ja, ik zal een paar balkjes gaan draven. Jullie hebben mij nu zien springen en misschien valt jullie wel op dat ik niet rij hoe het eigenlijk hoort. Dus dat ik bijvoorbeeld schop, scheef of dat ik een linker teugel trek van de rechter teugel. En je weet misschien dat je met het binnenbeen buiten de teugel moet sturen. Alleen deze pony ben ik aan het inrijden, dus dat is wat moeilijker voor hem om dat te leren. Dus
Nu doe ik het even zo en hij heeft ook zijn hoofd omhoog, zie je wel. En af en toe dan gaat hij wel een beetje naar hevelijk rijden, maar niet heel goed. Kijk, zoals nu, dan probeert hij een beetje. Maar dan ben ik hem allemaal aan het leren en tussendoor doen we eventjes springen. En ik dacht, dat is misschien wel leuk voor jullie. Maar niet dat jullie dan gaan denken dat, dat ik niet kan rijden of zo, of dat deze pony niet luistert of iets. Jongens, net zag je een heel klein galopje. Nou, dat zag er misschien heel lelijk uit, maar hij kan eigenlijk nog geen galop. Dan ben ik hem nog aan het leren onder het zadel. Dus dit vond ik heel knap dat hij dat deed. Daarom doen we ook alles vanuit de draf. En nu probeerde ik vanuit de galop, maar laatst was je toch in de draf.